Ja, we liepen achter de feiten aan. En dat is deels, denk ik, gewoon scherpte. Ik geef net heel veel uitleg over die afgekeurde goal. Maar ik heb ook net een foto gezien. Ja, het lijkt wel alsof de bal over de lijn is. Het is ook gewoon, ja... Is ook wel gewoon balen, toch? Ik bedoel, ja, is misschien ook wel gewoon een goal. Nee, zeker is balen. Maar alleen, wat ik net zei, ik snap dat ze hem niet goedgekeurd hebben. Hoe ik het zelf heb gezien. Als het andersom was geweest en ze hadden deze goedgekeurd, denk ik dat we er ook niet blij mee waren geweest. Dus ik vind niet dat we daarnaar moeten kijken. Het was mooi geweest, omdat het was echt de laatste seconde. En iedereen stond ook in het stadion echt te wachten op dat moment. Het had mooi onze kant op kunnen vallen, maar... Het mocht niet zo zijn vandaag. Had nog net iets verder moeten doorrollen. Wat Steve denk ik net ook al terecht zegt. Ja, daar moeten we als Ajax het niet op laten aankomen. Of we daar of wel of niet moeten discussiëren of het wel een goal is of die over de lijn was. We hebben het natuurlijk daarvoor al laten liggen. En zijn gewoon niet goed aan de wedstrijd begonnen. En ja, dat is, mag ons niet overkomen. Waren jullie misschien ook een beetje verrast door Heerenveen? Dat ze zo fel begonnen en zo in de wedstrijd... Nee, in principe niet. Omdat dat hadden we ook geanalyseerd en hadden we ook verwacht. Daar hebben ze ook wel de types voor. Brouwers die veel energie legden in het druk zetten vanuit de as. En daar hadden we ook onze oplossingen voor. Alleen ja, we hadden gewoon niet, vandaag niet de kwaliteit om, ja, om echt vanuit veldspel voorin te komen en tot kansen te komen, helaas. Maar terwijl we toch wel een aantal momenten hadden de eerste helft. Maar over de hele gewoon niet genoeg. Niet zoals je wilt. Ja, we liepen achter de feiten aan. En dat is deels denk ik gewoon scherpte. Mag niet gebeuren. Je moet de strijd aangaan. En ik denk dat we de eerste helft om wat voor reden dan ook niet de strijd echt aangingen. Doordat ja, we gewoon geen vat erop kregen. En dat was iets waar in de tweede helft een stuk beter ging. We hebben genoeg te ontwikkelen en dat wisten we ook hiervoor al. Wat ik net zei, betekent niet dat je stijgende lijn te pakken hebt. Dat je uit bij Heerenveen zomaar gaat winnen. Zo werkt het gewoon niet. En dat liet vandaag ook wel zien. Dus ja. We zullen beter moeten. Maar vandaag was een lelijke stap terug. En daar moeten we wat aan gaan doen. Natuurlijk volgende week weer in de competitie. Maar eerst de Conference League.